Het eerste obstakel op weg naar die nog ontbrekende prijs luistert naar de naam Alejandro Valla en komt uit Colombia. Linkshandige speler die tegen de top 50 van de wereld aanzit. Speler die door Federer niet wordt onderschat. Zeker niet omdat Federer in 2010 op Wimbledon in de eerste ronde bijna verloor van Valla. 2-0 in set stond hij achter. Een gedreven Federer in de eerste set komt hier op een 5-3 voorsprong. Het ziet er goed uit bij de Zwitser. 3 weken geleden stond hij hier dus ook. Maar het decor is ietsje anders. De spelers hoeven niet in het wit te spelen. En dat roze doek daar op de achtergrond. Nou ja, goed. Het ontsiert een beetje het heilige gras, het heilige centercourt van Wimbledon. Federer wint de eerste set met 6-3. Geen vuiltje aan de lucht. De Zwitser, die al wel Olympisch goud heeft in het dubbelspel in 2008 met Wawrinka. Die enkelspeltitel, ja, dat is toch iets wat telt. Die wil hij echt dolgraag hebben. Een break naar 5-3. En het voordeel van Federer komt dan op 0-40. Heeft 3 matchpoints. Maar dan komt Valla terug. Colombia maakt 4 punten op een rij. Slordig die matchpoints weggegeven door Federer. Een score hier van Valla. Zijn 5e punt op een rij. Komt terug tot 5-4. En dan is het aan Federer om de wedstrijd alsnog te beslissen. Om hem uit te serveren. Deze bal. Een belangrijk punt. De bal is uit. En dat betekent dat Valla terugkomt tot 5-5. De game daarna. Valla serveert 0-30. Federer lijkt het toch in 2 sets te gaan beslissen. Deze bal is wel goed. Identieke bal als daarnet. Iets meer marge binnen de lijnen. Het wordt opnieuw 40-0 voor Federer, maar weer maakt hij het niet af. Valla op voordeel. Kans om in deze tweede set op voorsprong te komen en dat doet hij ook. Het wordt 6-5 voor de Colombiaan. Ja, niet echt scherp gespeeld van Federer. Misschien een beetje de concentratie verloren. Die makkelijke setwinst en die 5-3 voorsprong in de tweede set. Het ging allemaal heel erg makkelijk, maar nu ja, toch wel wat in de problemen. Valla heeft de setpoint. Een mishit dan van Federer en zo verliest hij de tweede set met 7-5. De set die hij al lang binnen had moeten hebben, had de partij al binnen moeten hebben. Er komt dus een derde set. Score hier van Valla. No guts, no glory. Ja, het is een beetje een flegmatieke speler. Echte linkshander. En dit is goed gespeeld van Federer. Overhead smash van Valla. Dat is iets te veel voor hem. Zo technisch is hij niet. 5-3 dan. Roger Federer in de derde set. Lijkt hij de partij toch naar zich toe te trekken. Kan hij zich gaan opmaken voor een tweede ronde partij tegen Julien Benneteau. Hij speelde hij dit jaar tegen op Wimbledon. Daar had hij heel veel moeite mee. 2 punten verwijderd van uitschakeling. Oh, mooi gespeeld van Federer. Hij dolt Valla een beetje. En het applaus van het publiek niet helemaal uitverkocht. Aan het begin van dit Olympisch tennistoernooi. Maar dat zal later dit toernooi ongetwijfeld wel zo zijn. Het laatste punt van de wedstrijd gaat naar Federer. Ja, en ook dit is een vertrouwd gezicht. Federer met zijn handen in de lucht op het centercourt van Wimbledon. Hij gaat dus door naar de tweede ronde.